Dan versneld. Startgevallen van de Grote Prijs van Nederland en een velduel om de leiding. Gold Cup BR is goed weg. Aan de binnenkant Key to the Hill. Helemaal aan de buitenkant Norton Commander. Norton Commander doet ook mee aan het duel om de leiding. En zo gaan ze de eerste bocht in. En daar houdt Key to the Hill zijn voorbeen ertussen. Key to the Hill blijft aan kop. Gold Cup BR wilde graag achter. Maar die positie wil Niemczyk ook hebben. En die heeft hij inmiddels ook. Want hij zet zijn voorbeen weer voor Gold Cup BR neer. Waardoor Gold Cup BR aan de buitenkant blijft hangen. Gaat heel hard in die openingsfase. Nu denkt Kamminga, dan gaan we achter Norton Commander liggen. Maar daar komt de nummer 1 aan zeilen. Dat is Winnen Toe Diamant. En ook dat lukt weer wel. Daar zit hij achter. Ligt hij op plek 3 aan de binnenkant. Hele mooie positie. En daar komt de eerste tussentijd aan. 1-10-1. Dat is de snelste van de dag. Aan de buitenkant komt Winnen Toe Diamant nu naar voren. En die gaat druk zetten bij Key to the Hill. Key to the Hill krijgt dus geen rust. Daar had Jaap van Rijn wel even op gehoopt. Maar dat gaat niet lukken. Want Winnen Toe Diamant komt er al schuin naast. Daarachter Norton Commander die een koers op maat krijgt. Dat geldt ook voor Gold Cup BR. De rest van het veld ligt daar dan weer vlak achter. Aan de buitenzijde begint op te schuiven in de kleuren van Leo Schalkoord Love You Too. En daarachter gaat naar het tweede spoor Jos Verbeek met Cicero Noah. Daarachter ligt Caruda Fligny. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. 1 ronde te gaan nog in de Grote Prijs van Nederland. En de druk blijft op Key to the Hill. 11-9 de tweede tussentijd. Eerste kilometer gaat in 1-11. En dat is eigenlijk voor het mooie net even te hard. Key to the Hill aan de binnenkant. Buitenkant de druk van Winnen Toe Diamant. De lachende derde ligt daarachter. Dat is Norton Commander. En de rest van het veld sluit daar dan bij aan. Gold Cup BR, Love You Too aan de buitenzijde. Daarachter aan de buitenkant Flavius. Aan de binnenkant zit City Guide vast. Daarachter Cicero Noah. En daarachter ligt aan de relingzijde Inspector Bros. Ook die ligt vast. Paarden weer in de rechte lijn overzijde. Er zit nooit rust in deze koers. Het is Key to the Hill die nog altijd leidt. Passeert hier zijn eigen box, want die staat daar aan de overzijde. En moet dan nog een halve ronde tot de finish. Dat geldt ook voor de rest. Helemaal aan de buitenkant komt Love You Too nu naar voren. 13-8 tussentijd. En we gaan op weg naar de laatste bocht. Het is gebeurd aan de buitenkant met Winnen Toe Diamant. Die zakt terug. Aan de binnenkant wacht Norton Commander op een gaatje. En dat gaatje lijkt te gaan komen. En zo gaan de paarden de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Ook in de wachtkamer ligt Flavius, een gigant van een outsider. En ze ronden die laatste bocht. En de leiding is nog altijd voor Key to the Hill. Key to the Hill aan de buitenkant. Love You Too. En Love You Too aan de buitenkant zet druk. De klepjes gingen naar beneden. Kijken of hij daarop reageert. Aan de buitenkant komen ook paarden. Helemaal aan de buitenzijde komt Caruda Fligny aangevlogen. Het is Key to the Hill die leidt. Caruda Fligny komt aan de buitenkant. Er komt nog veel meer aan de buitenkant. Go baby, go, go, go. Key to the Hill wint de Grote Prijs van Nederland. 12-4 voor de winnaar.